vandaag veren vervangen bij een GPL-venster, bij een steilere dakhelling als 55 graden. Dat is het makkelijkste om dat te doen tijdens de montage van het dakraam. We leggen hem op de grond, het draaiend gedeelte hebben we eruit gehaald. Daarna zetten we hem een klein stukje open en halen de beschermingskoker aan de weerkant weg op deze manier. En dan zien we hier aan deze kant de veer en die veer gaan we vervangen. Aan de bovenzijde zit een klein torxschroefje, 15. Die gaan we loshalen. Zodra die eruit is, zit de veer eigenlijk al helemaal los en kunnen we hem zo uithalen en we pakken de nieuwe veer. Deze zetten we er weer in. We leggen hem netjes omhoog op zijn plaats. We gaan het gaatje weer zoeken voor het torxschroefje. En draaien deze torxschroef er weer in. Zodra die klaar is, gaan we de andere kant ook doen.